Fognaleo, 2 liter TDCi uit 2005 met 216.000 km nationale autopas. Recent grote onderhoudsbeurt. De auto heeft een motor, heeft een ketting, distributieketting, dus geen riem. Dat gaat even lang mee. De motor loopt heel mooi stilletjes, zijn zuinige motoren. Lopen in de praktijk 1 op 17, 1 op 18. Erg snel, 130 pk diesel. Mooie heldere koplampen. Titanium uitvoering met titanium velgen. En banden 205, 50, 17 inch. Auto is totaal onbeschadigd. Geen schade. Geen noemenswaardige steenslag. Keurig netjes van binnen, interieur. Elektrische ramen, centrale deurverrendeling, afstandsbediening op de sleutel, mooie chrome lijsten in het interieur, elektrisch en hoogteverstelbaar stuur, half lederen bekleding, automatische rijverlichting, dat betekent dat de verlichting aangaat zodra je een tunnel in gaat of als het donker wordt, de garage in komt rijden, radiobediening, cd op het stuur, navigatie, bordcomputer. Het is een vijftraps automaat die je kunt schakelen met de pook. De rechtse sleuf plus en min kun je mee op- en terugschakelen. Maar ook op het stuur kun je met deze auto schakelen. Tiptronic. Cruise control. Vooruitverwarming, achteruitverwarming. Chrome instaplijsten. Achterin een keurig mooie auto. Achterin verlichting, kaartleeslampen. Voorin verlichting, kaartleeslampen. Zelfdimmende binnenspiegel. Mooie vloerse bekleding op de portieren. Het is het laatste type van de MK3 met deze spoilerrand onderaan de bumper en de reflectoren. Nieuw type achterlichten. Deze auto is de laatste generatie die gebouwd is dan voordat het nieuwe type 2006 uitkwam. En die is dus daarom ook helemaal volgestopt met alle mogelijke opties van Ford. Parktronic. In die zwarte strip. CD-wisselaar achterin. Dit is een hatchback, dus een vijf deurs met een hele grote kofferbak. Is maar een paar liter kleiner dan de stationwagen. Maar wel een veel mooiere, geleinde auto. Trekhaak, afneembare trekhaak. Ja, en zoals ik al zei, het is gewoon een hele nette auto. In principe gewoon niet van nieuw te onderscheiden. Rijdt ook fantastisch, schakelt heel erg fijn. Remt goed, heeft een wat sportievere rijgedrag vanwege de 17 inch wielen. Boekjes allemaal erbij, ingevuld en wel, zoals het hoort.